Aan de sfeer voorafgaand aan het duel ligt het zeker niet. Een vol uitvak. En dan wou ik kwart over 12 wedstrijd moet je wel eens vroeg op. Maar goed, als hij als uitsupporter in je eigen stad is, is dat wel handig. Nou, ik heb het zelden zo meegemaakt hier op Boudestein van Dong en de Roosstadion. Ze doen er alles aan. Om ook bij de spelers het belang van deze wedstrijd duidelijk te maken. De punten zo belangrijk. En dan zeker tegen Sparta. Maar alle hele harde muziek wordt uiteraard ingerold voor het clublied van Excelsior. Bij Sparta dus. Geen Al-Azhar, daar waarbij El-Yacoubias terugkeert bij Excelsior. En dat komt goed uit omdat Nieuwpoort ook ontbreekt. En op het middenveld de wijziging met Goudmijn voor Paas. Bij Sparta dus Eerthuizen voor Al-Azhar en verder geen reden daar iets te wijzigen. Daarmee is Sparta weer ietsjes jonger geworden. Nog steeds ook, dat zijn eigenlijk meer routine dan Excelsior. Verschuren heeft Pinto bij zich. Voorzet van Verschuren. Nou, Jacobi komt weg. Nog eens Verschuren. Het zou hopelijk een foutje achterin bij Excelsior, maar Jacobi gaat vooruit. Saito doet het handig. Pinto. Van Krooi. Saito. Lekkere voorzet en daar is hij al bijna. Lauritsen met de kopkans. Van Gassel. Die doet het goed. Er is pijn. Is dat bij Mazakken? Voelt wat? Ja, dat lijkt me dan ook meteen aan de wedstrijd. Dat is een forse tegenvaller. Een van de smaakmakers bij Excelsior moet er al vroeg af. Terug van een schorsing is Driouche. Mazakken er dus af. Koopmeiners. Het is lekker, daar moet hij zijn. Daar moet hij toch zijn. De voorzet is perfect van de Horemans. Landbroek heeft hem echt voor het binnenlopen. En ja, ongelooflijk. Lauritsen, goed gedaan. Schuur is dan de man voor het doel. Hier is Lauritsen. En daar is het eigen doelpunt. Dan scoort Excelsior een keer, is het eigen doelpunt. Net terug van de schorsing. El-Yacoubi zet Sparta op een 1-0 voorsprong. Zo'n fase van het seizoen is het voor Excelsior. Waarbij ook in de fase in de wedstrijd waarin het wat beter lijkt te gaan voetballen, het op zo'n manier op achterstand komt. Lauritsen doet heel veel goed. Het is ook bepaald nog niet het seizoen voor El-Yacoubi. Goudmijn. Voordeel terecht gegeven. We zitten op tempo in aanval bij Excelsior met Lamproe. Er staan nog een paar op de rand van de 16 te wachten. Hens zegt Lamproe nog in actie. Nou, hij staat er bovenop, vindt het niks. Goudmijn. Lijkt geen ruimte te zijn voor de combinatie. Hij wordt nu alsnog geappelleerd. Nuis zegt, ik zie het zelf. En dan komt het via het lichaam van Sambo volgens mij op. Ja. Dat is wel een vrije kopkans. Dat is een behoorlijke kans. Maar recht op Olij gekopt. Van Krooi, Saito. Pinto, de linkerkant loopt aardig bij Sparta vandaag. De voorzet levert een kopballetje op van Verschuren. Van
ruimte opeens voor Saito. En Saito schiet dan niet geweldig. Voorzet is niet heel slecht. Uit de draai schieten lastig. Kan wel goed vallen van Lamproe. Ja, dan is het toch raak. Dan is die kans toch niet te missen, zou je zeggen. Maar bij Excelsior wordt er zoveel gemist in deze fase van het seizoen. Dat is ook deze er niet in gaat. Ongelooflijk. Lauritsen krijgt geen kopkans. Overtreding op Van Krooi. Nou, dit is natuurlijk wel de kaart waard. Lamproe's bal is goed, maar daar is Olij. En die heeft hem. En een geweldige sliding, vol risico. Voorkomt. Nee, nee. Kiept in het oranje, niet in oranje, maar dat toch een beetje. Lamproe, Goudmijn. Schot en weer naar de zijkant geduwd. Dan moet Olij toch even een paar keer in actie komen. Goudmijn. Goede versnelling met de bal. Goudmijn komt er niet helemaal door. Grafiotis. Gaat er wel wat extra tijd bij komen. Moet sowieso ook al die wissel van Azarkan. Goeie bal dit. Daar is Driouche. En daar is de 1-1. Excelsior krijgt dan wat het toekomt. Maar pakt eindelijk ook eens wat het toekomt. Of heb je ook een beetje geluk nodig. Excelsior denkt, ach, laten we ook maar meteen proberen die tweede te maken. Goudmijn brengt voor en hij valt bijna ook nog voor die tweede. En dan is het rust. Nou, dat is een verlengd natuurlijk goed, Verschuren. Handig balletje, Saito en het is 2-1 voor Sparta. En Excelsior laat zich hier verrassen op een manier die eigenlijk verbijsterend is. Knap gedaan, Saito scoort en Sparta leidt weer. Maar hoe kan je dit laten gebeuren? Ah, dit is echt dramatisch verdedigd van Excelsior. En feilloos afgestraft door Sparta. Duwtje. Nou, dit is geen overtreding op van Verschuren op Goudmijn. Lauritsen. Kort op Van Krooi. Past nog net. Van Krooi, Verschuren. En een geweldige redding van Van Gassel. Dit is een geweldige redding van Stijn van Gassel. Hij draait naar de eerste paal en dan is het alsnog raak. Lauritsen. Nu wel zijn doelpunt, nadat hij al bij de eerste twee zeer direct betrokken was. De luchtmacht van Sparta is duidelijk sterker dan die van Excelsior. Verschuren, Saito, Verschuren. De Guzman, Pinto wil graag, krijgt. Aannemen en voorgeven, dat zal het idee zijn geweest. Maar een corner is ook een halve kans natuurlijk. Iedereen zoekt elkaar weer op. Dus ook Serrano Simor weer bij de spits. Lukt het weer om hem vrij te krijgen. Nu niet. Maar dan is er iemand anders vrij. En dan scoort Vriends. En dat is kopkracht. En dat heeft Sparta met Lauritsen, maar ook met de aanvoerder Bart Vriends. Komt Sparta op 4-1.
Rius geeft voor. Sambo kopt weg. Chua om. Wel hard, wel gedrukt. Ook 5 renners. Schot is lekker. Ah, Olij heeft hem. Wat een fraaie uithaal van El Yacoubi. Ook maar een schieten van ver. Sparta wint voor het eerst in bijna 20 jaar weer een wedstrijd bij Excelsior. Had het lange tijd moeilijk met de ploeg van Dijkhuis, maar in de tweede helft werd het volledig naar zich toe getrokken. Excelsior scoort dan weliswaar weer, maar verliest ook weer. Sparta 1 punt achter Twente en voor Excelsior breken nu cruciale weken aan met wedstrijden tegen Emmen en Cambuur. Zal de druk er echt op komen. En zijn altijd de wedstrijden waarin Excelsior afstand moet nemen van die onderste plaatsen.